De Irish Cup bestaat van ongeveer 1,35 meter, alhoewel dat ze tegenwoordig in het land van oorsprong ook gekocht worden rond 1,20 meter. Maar dan zijn het eigenlijk geen paarden meer om volwassenen mee te laten rijden. En de maximum maat is ongeveer 1,70 meter. Maar hoe hoger ze worden, hoe sterker ze ook worden en dus hoe minder geschikt eigenlijk ook weer om echt recreatief mee te gaan rijden. De gemiddelde maat ligt ongeveer rond de 1,50 meter, om een idee te geven. De merrie met het meeste wit en die over het zadel bereden wordt, is 1,50 meter groot. De merrie aan de lange lijnen is 1,52 meter 53 groot. Misschien ook nog even iets over keuringen en dergelijke. Dus het stamboek organiseert uiteraard ook keuringen. De merrie die nu aan de hand wordt gepresenteerd is een stermerrie. Jelte van Stal de Vierhoefkes. De merrie die aan de lange lijnen werd getoond, de Stinkerbel, die is ook stermerrie. En Dorina is een tweede premiemerrie. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat ze nog jong is en dus nog in volle groei, zeg maar, en in ontwikkeling. Het zijn laadbloeiers, dus eigenlijk kan je maar spreken over een volledig ontwikkelde Irish Cob, eens dat die een jaar of 7 oud is. De merrie die aan de hand wordt gepresenteerd is 15 jaar oud trouwens. Dus wanneer dat de keuringen worden georganiseerd, worden er premies gegeven. Een eerste premie is natuurlijk uiteraard schitterend. Wanneer een paard 2 keer achtereenvolgens op een keuring met een kalenderjaar ertussen minimaal een eerste premie haalt, dan kan zij ster verklaard worden. Vervolgens heb je dan een tweede premie, dat is iets minder. Maar een tweede premie kan in de toekomst ook nog opgewaardeerd worden tot een eerste premie. Er bestaan dan ook nog derde premies. En één keer onder de derde premie een vierde premie. En vervolgens wordt er eigenlijk geen premie meer toegekomen. We staan hier vandaag ook met een infostand van het stamboek, waar dat de geesten kan komen kijken nemen. En mocht u meer informatie willen over het ras of over de paarden, dan kan dat altijd. Dank u wel. Ik ben voor de jongeren is het ook nog altijd.